Essent zet flink in op de doorbraak van de elektrische auto. Zo bleek vandaag op het TT-circuit in Assen, waar het energiebedrijf haar plannen presenteerde. Zo denkt Essent dat er in 2025 zo'n 1,8 miljoen volledig elektrische auto's in Nederland rondrijden. Zowel privé als in het beroepsvervoer. In één zin, wat is het grote voordeel van elektrische auto's? Het grote voordeel is goedkoper en schoner. Goedkoper en schoner, want de uitstoot is nihil. Nou, ze stoten geen CO2 uit, ze stoten geen fijn stof uit. Ze stinken niet, er komt geen roet uit. Dus dat is aanzienlijk beter voor het milieu en ook voor de global warming, als ik het zo even mag noemen. En ze zijn, broeikaseffect. Broeikaseffect. En ze zijn goedkoper, omdat als je dat omrekent, zo'n auto 3,5 keer zo goedkoper is dan een klassieke dieselauto. Ze zijn dus in gebruik goedkoper, ook omdat de huidige brandstofprijzen de pan uit reizen. En als de accu van de wagen leeg is, dan kun je hem thuis of bij een van de speciale laadpunten langs de weg opladen. Natuurlijk met groene stroom. En op een volle accu kunnen de auto's al snel 300 kilometer rijden. Er zijn zelfs accu's die kunnen gaan tot 500 kilometer. Dus de actieradius is dan toch van zet toch een bos naar Parijs, als ik het zo even mag uitdrukken. Dus dat is aanzienlijk verbeterd. Je kunt ze ook heel snel opladen. Dus niet dat je daar, als je ergens staat, dat je dan zegt ik moet nou een paar uur wachten. Je kunt dat in 5 tot 10 minuten. Dus de technologie heeft hier een geweldige voortgang gemaakt de afgelopen jaren. En het slome imago van elektrische auto's, dat is ook wel voorbij. Want bij een wedstrijdje tussen twee Lotus sportwagens, de blauwe op benzine en de oranje op elektriciteit, won de elektrische wagen, om het op zo'n Brabants te zeggen, mee gemak.